is de aanleiding voor het onderzoek? Een aanleiding van het onderzoek is geweest dat wij vele vragen hebben gekregen uit ziekenhuizen, zorginstellingen, verpleeghuizen, GGD's. Voor de tekorten op het gebied van mondmaskers als gevolg van het coronavirus. En daar zijn wij op ingesprongen. Nou, wat we nu hebben bekeken is een procedure om die mondmaskers hier naartoe te krijgen. Dat gaat volgens een specifiek protocol wat we hebben vastgelegd. Dus de mondmaskers worden in de zorginstelling via een omgekeerde vuilniszak opgevangen. Die worden dichtgeknoopt, dan gaat er een tweede zak overheen en die gaat in een afgesloten container die aan de buitenkant ontsmet wordt met alcohol. Die wordt met een speciaal transport opgehaald. Mensen met disposable jassen en beschermingsmiddelen halen dat hier uit de bus die binnenkomt. Dat gaat een zogenaamde desinfectieruimte in, een vuile ruimte. Daar worden ze per stuk bekeken, visueel geïnspecteerd. Worden ze gemarkeerd, want ze kunnen tot nu toe, dat we weten, 5 keer gesteriliseerd worden. Dan gaan ze in een speciale laminaatzak en die worden in een sterilisatieproces op 121 graden gedurende 15, 16 minuten gesteriliseerd, zodat ze weer als nieuw kunnen worden gebruikt en terug kunnen naar de zorginstelling. Wij hebben testen gedaan. We hebben verschillende testen gedaan met een flow en een druktest. We hebben gekeken wat de doorlaatbaarheid van de mondmaskers was en hoe die nog kan beschermen tegen het coronavirus. We hebben vervolgens een testen uitgevoerd met deeltjesmeters. En we hebben de aantal deeltjes geteld, de partikeltjes op 0,3, 0,5 en 5 micron. En daarbij weten we hoe het masker zich gedraagt. En die metingen geven vrij weinig verschil met nieuwe mondmaskers. Nou, als eerste moeten we natuurlijk controleren of die maskers nog steeds dezelfde filtereigenschappen hebben na sterilisatie. En dat doen we door eigenlijk te testen met een deeltjesteller hoeveel deeltjes dat masker uit de lucht filtert. Voor verschillende typen maskers, en dan hebben we het onder andere over FFP1 en FFP2 maskers, zijn de percentages van filtering die zijn vastgelegd. Dus wij kunnen direct meten of wij dat percentage halen en of ze in ieder geval in dat opzicht aan die eisen voldoen. Er zijn nog andere criteria. Je moet uiteindelijk ook vaststellen of de gebruiker nog steeds goed door kan ademen, of het filter niet verstopt is geraakt en of het filter goed aansluit op het gezicht. Want anders dan ga je lucht er langs zuigen en dan is het nog niet 100% veilig. En wie bepaalt dat? Dat moet uiteindelijk de deskundige in het ziekenhuis zelf bepalen. Dat is de DSMH, deskundige steriele medische hulpmiddelen. Zij moeten zelf oordelen of het gesteriliseerde masker echt veilig is voor gebruik in hun eigen ziekenhuis. En hoe toepasbaar is dit onderzoek nu? Nou, het is direct toepasbaar. Dat doen wij ook hier in de Meren. Het mooie is dat het ook schaalbaar is. Dus we zouden met alle ziekenhuizen in Europa kunnen zeggen, als we dit collectief doen en iedereen gaat zijn mondmaskers inzamelen, dan zouden we al die honderdduizenden mondmaskers die per dag worden gebruikt in Europa kunnen gaan hergebruiken. En dat kan met lokale faciliteiten, of het nou Italië, Spanje, Frankrijk of Nederland is.